We hebben een tentoonstelling. Ja, die tentoonstelling was er al lang hoor. Maar we hebben 2 jaar geleden groot in Paramaribo gehad. Het is een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. En een driedelige tentoonstelling eigenlijk. Hè? De Tweede Wereldoorlog, want dat is examenstof voor de eindexamen MULO en ook voor HAVO. Nou, die tentoonstelling gaat over de oorlog in Europa natuurlijk. En Anne Frank en het dagboek van Anne Frank. En het tweede gedeelte gaat over Suriname en de Tweede Wereldoorlog. He, hoe Suriname eigenlijk was in die tijd. Dat er 3000 Amerikaanse soldaten permanent hier waren, omdat we zo de belangrijkste bauxiet. Dus, en hoe Suriname, als enig land in de wereld, de Joodse vluchtelingen heeft opgevangen. Dat is het gedeelte over Suriname. En we hebben ook zelfs nog een maquette van Jacobusrust, waar het vluchtelingendorp was. He, en het derde gedeelte is over Joseph Nassy. Joseph Nassy, de in Suriname geboren. Joseph Nassy, die in de Tweede Wereldoorlog in het Duits krijgsgevangenkamp was. En die daar als gevangene toch erin geslaagd is om een heleboel kunstwerken te maken, te tekenen en te schilderen. En hij heeft veel geschilderd en getekend. 200 kunstwerken heeft hij gemaakt. En waaraan je kan zien hoe het leven van een gevangene in een krijgsgevangenkamp was. Hè. Daarover gaat dus het derde deel. En dat is het. En alle MULO-scholen in Nikeri zijn uitgenodigd om te komen met hun leerlingen van de derde en de vierde klasse. We hebben net een hele grote school gehad. Er komt zo meteen weer een andere. Deze school had 85. Nu komt er een school met 100 leerlingen. En er zijn 8 MULO-scholen in Nikeri. Alle 8 MULO-scholen komen vandaag en morgen. En 's middags hebben we HAVO, VWO, Pedagogisch Instituut en opleiding van leraren, sectie Nederlands. Dus we hebben 2 volle dagen de tentoonstelling. Dus de 8 MULO-scholen van Nikeri, de school uit Wageningen, de school uit Koroni, die komen ook. En we hebben net een school achter de rug en nu komt er een tweede. En de kinderen zijn zeer geïnteresseerd, waren heel, stelden ook vragen, heel belangstellend. Dus ja, is mooi. Wij wilden absoluut die tentoonstelling ook naar Nikeri brengen, omdat we de tentoonstelling al gehad hebben in Paramaribo. De tentoonstelling heeft 3 weken in Paramaribo gestaan en toen zijn gekomen alle scholen van Groot Paramaribo, sommige van districten, Saramaka zijn ook gekomen. Maar natuurlijk, het is heel moeilijk voor scholen uit Nikeri om helemaal uit Nikeri naar Paramaribo te komen. Dus we zijn 3 dagen hier met de tentoonstelling. En ja. U hebt al 1 sessie dus al achter de rug, wat u zojuist vertelde. Ja, ja. En hoe vonden de kinderen het om mevrouw McLeod eindelijk in levende lijven te zien? Wel, natuurlijk. Dat ook natuurlijk. Een heleboel hebben ook vragen gesteld. Maar ik ga ook vanmiddag, speciaal voor leerlingen die geïnteresseerd zijn en studenten,